Wat vindt u? Had er vanavond nog iets meer in gezeten? Ja, ik denk wel dat er meer in gezeten had. Ik denk wel dat we wat kansen hebben gehad die we niet helemaal benut hebben zoals we het hadden gekund. Maar ja, goed, je staat te spelen tegen een ploeg die daarin wel wat dingen weggeeft, maar het ook wel gewoon netjes op weet te pakken. En daardoor is het ook wel lastig om dat tegen te spelen. Ja, ik had het idee dat ze dachten van, we staan iets achter, we doen er even een schepje bij bovenop de tegenpartij. Ja, dat is ook verschil tussen onze klasse en de klasse erboven. Dat je boven de 20 dan probeert om een stap erbij te doen. En een aantal keer komen we er heel goed in mee en een aantal keer hebben we daarin lastig. En beslissende punten zijn daarin gewoon belangrijk en dan komen we gewoon net tekort. Ik vind dat wij vandaag dan behoren gespeeld hebben en onze opdrachten goed hebben uitgevoerd. En wij zijn wisselen, maar dat is dit seizoen een beetje ons probleem, zoals het er nu toe gaat. Maar we hebben gewoon dingen gezien waar we de komende weken prima mee verder kunnen. Sommige momenten vond ik het echt topklasse. Vond dat jullie echt geweldig spelen, vooral in de rallies. Jammer dat je sommige rallies verliest, maar ik vind dat het spel heel erg mooi. Ja, dan sta ik ook wel te genieten. Ik zie echt wel dingen die we in de trainingen doen en die we dan ook hier wel weer toe weten te passen. En daarin gewoon goede dingen doen, punten weten te halen. Dan ben ik ook gewoon blij. En dat is, dat nemen we gewoon mee naar de komende weken. En dan laten we een goed niveau zien, maar dan moeten we door gaan trekken. Denk je dat het niveau nog hoger kan door je training? Nou, dat is wel de insteek natuurlijk. We proberen dat door de trainingen omhoog te trekken. We zijn wat meer uren gaan maken. En ook met name door dit soort wedstrijden te spelen. We hebben er nu een stuk of 3-4 extra gespeeld in het bekertoernooi. Allemaal tegen ploegen die hoger spelen. Ja, tuurlijk word je daar beter van. Komt er nog een mooie jeugd aan of niet? Ja, de wissel die ik op laatst deed is een meisje uit Dames 2 en van B-leeftijd. Nou, dat is er eentje. En door de week laten we nog meer mee trainen. En daar komen hele mooie dingen aan.